Wow, yo, wat heb gasten. Sorry dat ik jullie niet heb gezien, hè. Maar vandaag weer een nieuwe video op de dagbed. Eindelijk. Vandaag ga ik het hebben over de drie irritantste leraren. En geloof me, alle drie in één leraar heb ik serieus, hè. Ik zit namelijk nog op de basisschool. En voor die mensen die denken, ik weet niet hoe oud ben je eigenlijk. Ik ben 12. Ik ben vaak dikker met 12, hè? Durf je te komen? Hè? Nee, grapje. Nummer 3, dat is de grappige leraar. Met de grappige leraar bedoel ik echt letterlijk, als hij een grapje maakt, bijvoorbeeld wij zitten toets te maken en hij, bijvoorbeeld wij zitten les te doen en hij maakt een grapje, dan de enige om wie dat lacht, was hij zelf. Serieus, hij maakt een grapje, de hele klas is echt zo van, wat de... Terwijl hij is zo'n hyper super grappig. Jongens, stop. Super grappige leraar. Jongen, au. Heb jullie. Nee. Hebben jullie een momentje? Ja. Mooi. Nummer 2. De leraar die denkt dat hij altijd gelijk heeft. Ofwel, de eigenwijze leraar. Dus jij bent met hem aan het praten. Bijvoorbeeld, meester, hoe was het toets? En dan gaat hij zo van, nee, ik was fout. Wacht jongens, ik wil jullie trouwens nog een hele andere lifehack laten zien. Nu even niet. Doe het maar in je eigen video. Lekker op één keertje. Als mijn camera eruit valt, ben je de wijsneus. Ben je de pineu, krijg je met mij te maken. Maak je geen zorgen. Oh mijn god, het is weer die ballon lifehack. Die gebruikt hij echt zo vaak. Serieus, hij onderbreekt gewoon mijn video, terwijl ik niet eens zijn video heb onderbroken. Oké. Let op. Ik heb hier ballon. Een telefoon. Samen kan je een moesje creëren. Let op. Leg hem zo neer. Leg je telefoon erop. Ik doe dat niet. En dan? Die ballon was stevig. Hoesje. Ja, en nu wegwezen. Wegwezen. Met telefoon uit. Met telefoon raak je niet naar een bol of wie die dingen. Op nummer 2. Oh wacht. En op nummer. Het is fout. Toen jij zo. Maar ik heb het in het boek over. Ik heb het boek over gezegd. Hij is van. Nee, mijn neus is niet fout. Ik heb altijd geluk. Nee. Hey, niemand. En nummer 1. De strenge leraar. Echt. Een leraar die serieus jou. Die letterlijk alleen maar jou de schuld geeft, terwijl iemand anders dat heeft gedaan. Kijk, stel iemand heeft je op het klimrek afgeduwd. Stel je eens voor, iemand valt vanzelf op de grond, de leraar komt naartoe en zegt, wat is er gebeurd? Die heeft mij van de trap afgeduwd. En dan moet ik serieus straf wegschrijven. Ik moet echt eens een keer een moppenvideo gaan maken. Willen jullie dat ik de 5 slechtste moppen ga behandelen? Of de beste, het maakt niet uit. Geef dan vooral een dikke like, abonneer bij mij en reageer. Laten we nu verder. Echt. Maar die leraar haat ik echt, hè. Echt. Degene die mij alleen maar straf weggeeft. Oh ja, en ook te veel huiswerk. Terwijl iemand deze man de schuld geeft. Deze man. Ja. Oh, like, abonneer, reageer en zeg maar weer. Later. Ik ben dood. Een bitch. Oké, daar ben ik voor.